Goed, we gaan naar Colossense toe. Even kijken, ja, is dat aan. Ja. Colossense 3, vers 18. En daar komen we in een gedeelte uit. Vers 18 over de vrouwen, vers 19 de mannen, vers 20 de kinderen, vers 21 de vaders, dan de dienstknechten en in 4 vers 1 de heren. En dat is een opvallend stukje als je dat zo ziet. En we moeten dat zien vanuit de context natuurlijk ook. Net zoals ik net al zei, dat met Romeinen, dan heb je de eerste leer en dan zegt hij in Romeinen 12 vers 1 en nu laat je veranderen en door de ontfermingen van God en nu gaan we er wat ook mee doen. Ja? En hier zien wij in hoofdstuk 3, hij heeft natuurlijk uitgelegd in hoofdstuk 2 wat er aan het kruis gebeurd is. En dan zegt hij in hoofdstuk 3, de eerste verse, nou ja, bedenk de dingen die dan boven zijn natuurlijk. Hè? Want daar zijn wij nou eenmaal geplaatst. Ja? Wij zijn gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. En in vers 1 zie je, Christus is daar zitten aan de rechterhand van God. En dan dood aan de leden, hè? Je bent een nieuw schepsel, lieg niet, want je hebt de oude mens uitgedaan met zijn werken. Dat is natuurlijk hoe je mensen moet vermanen. Hè? Niet gewoon, je mag niet liegen, nee, waarom niet? Je kan er altijd een uitleg bij geven. Het is namelijk niet wie je bent. En dan kom je dan in vers 15, de vrede van God heerst in uw harten. En in vers 16, het woord van Christus wonen rijkelijk in u. En samen met Efeze 5, hè, wordt vervuld met de Heilige Geest. Wordt vervuld met de woorden van de Heilige Geest. Want ik ben vol met de Heilige Geest. Maar in mijn dagelijks leven is de bedoeling, wordt vervuld met de Geest. En van daaruit, dat is de geestelijke mens, ga je die dingen natuurlijk doen. En dan zegt hij ook in vers 17, dus het woord moet rijkelijk in je wonen en doet alles in de naam van de Heer Jezus. Dat hebben we vorige keer gezien. Wat houdt dat in? Nou, wat wij doen, dat moet gedekt zijn, als we zeggen in de naam van de Heer Jezus, door het woord van God rechtgesneden. Dat is het. Dan doe je het in de naam van de Heer Jezus. En dan komt hij, dan gaat hij over wat we net lazen. Nou, dat is dus een Efeze 5, zien we, spreekt hij ook over deze dingen. Misschien kunnen we er even naar terugbladeren. We gaan ze niet allemaal lezen, want dat wordt te veel. Maar je ziet ook in Efeze 5, spreekt hij in vers 18 over de vervullen zijn met de geest. In vers 19, dat is vergelijkbaar met in Colossense. En dan zie je in vers 22, dan gaat hij ook over de vrouw en de man spreken. En dan zie je in vers hoofdstuk 6, vers 1, de kinderen. En dan zie je later ook weer in vers 4 de vaders. En in vers 5 de dienstknechten. En dan in vers 9 de heren. Zie je? Nou, dat is dus waar we over gaan praten. En waarom gaat hij nou opeens, springt hij daarop over? Nou, het is in overeenstemming. Oh, heb je dat krijtje opgeruimd? Oh, nou, en waar is dat nou? Even een krijtje zoeken. Oh jee, nou, dan word ik zenuwachtig. Nee hoor. Even kijken. Oké. Okay. We zien hier in die versen 18 tot en met 4 vers 1 de vier instellingen van God, waar we het al een keer eerder over hebben gehad. Weet u het nog? Wat was 1, wat hij heeft ingesteld? Wat hebben, dat is die vrije wil. Dat hebben we in Genesis, zien we dat gelijk. Adam en Eva zijn geschapen en ze mogen kiezen. En het is natuurlijk, hij is de schepper. Het is de bedoeling dat men natuurlijk wel voor hem kiest. Ja? En als je dat doet, ja, en dan krijg je de volgende stap, is natuurlijk het huwelijk. En 3 is ja, familie, gezin, ja, inderdaad, gezin is ook goed. Dan een familie is natuurlijk als je kinderen hebt en dan 4, dan krijg je, nou dat is zeg maar de maatschappij, de cultuur om je heen, nationalisme in een goede zin des. Nou. Daar ga ik zo nog even wat over zeggen. Maar goed, kijk, dat zien we dus hier gebeuren. Dus je hebt hier die vier instellingen, zien we hierin terugkomen, ja? De maatschappij, wat hier staat, nationalisme, dat is de maatschappij.
dat is de samenleving, dat is de society in het Engels. We hebben het over sociale leven, dat is de society, de maatschappij, daar komt het vanaf. Dat is de cultuur om ons heen. En deze moet dus dit beschermen, 1, 2 en 3. De vrije wil, dat wij die keuzes mogen maken. Nou, dat zie je nu al, dat dat rare trekjes gaat krijgen. Ik weet niet of je het gezien hebt, maar in Nieuw-Zeeland is een vrouw gearresteerd die op Instagram gewoon iets had gezet tegen de COVID. En die kwamen met een search warrant, met een huiszoekingsbevel. En die man heeft het gefilmd. Zijn vrouw staat daar in een pyjama. En die krijgt de handboeien omgelegd. En die werd met de handboeien afgevoerd. Ja, dat is, ja, kan je gewoon niet. Als je dat, ja, dat je dat in een communistische staat meemaakt of wat dan ook. Een dictatuur, dan had je gezegd, is ook niet goed. Maar dat je denkt, hé, in Nieuw-Zeeland? Dus ja, maar goed. Kijk, dit is dus om dat te beschermen. Want God heeft het zo gewild. Kijk, Handelingen 17, vers 26. Laten we dat vers nog even bijpakken. We hebben het al eerder gelezen. Maar in die zin moeten wij dat verstaan. En de wereld wil internationalisme. Dat zie je, nou, als je dat nu ziet, hè, dat zie je eigenlijk nu ook gebeuren, die dingen. Maar in Handelingen 17, vers 26, daar zegt Paulus, en heeft uit één bloede het ganse geslacht de mensen gemaakt. Dat wil zeggen dus al die naties, al die volkeren, om op de hele aardbodem te wonen. Bescheiden hebbende, dus dat wil vastgesteld of bepaald of afgebakend, ja, de tijden tevoren geordineerd, dus hoe lang mensen leven. Ja, je weet, pas hoor ik iemand zeggen, ja, de mensen worden, mijn kleinkinderen worden zo met 100. Dan denken ze, omdat de wetenschap vooruit gaat en bla 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 bla. Maar de psalmist zegt al, als je 70 bent of 88, nou, dan ben je het al aardig voor elkaar, dat je al aardig op leeftijd bent. En er zijn er die nog 90 worden, maar als je 100 bent, nou hier en daar, maar dan ben je al op hoor. Langer leven de mensen gewoon niet. En dan zie je, en de bepalingen van hun woning, dus de begrenzingen van hun bewoningen. Dus een land met grenzen, eigen cultuur, volk. Waarom? Opdat zij de Heere zouden zoeken of zij hem immers tasten en vinden mochten, hoewel hij niet ver is van iegelijk van ons. Dat is de bedoeling, dat ze de Heere zouden zoeken. Nou, dus daarom die grenzen en zo, dat is dus begrensd, die woning, die cultuur die ook ontwikkelt met elkaar als een land, dat is dat, en natuurlijk onder een regering, dat hij dat gaat beschermen. Nou, en dat, waar bestaat dat dan uit? Nou, als je kijkt, dus wat ik net zeg, de vrije wil. Nou, je maakt je keus. Ja, dat hebben wij. En in dit geval, een man kiest voor een vrouw. En dan zitten we in hoofdstuk 3, vers 18. Dan begint hij met de vrouwen en de mannen. Nou, vrouw en man. Dat is, wat is dat? Dat is deze. Huwelijk. Vers 20 krijg je de kinderen. En de vaders die hun kinderen niet moeten tergen, ja? Daar zie je dus de familie. Ja? En wat krijg je dan? Vers 22, de dienstknechten. En 4 vers 1, de heren. Dat zie je. Dat is de maatschappij waarin je leeft. Ja? Je ziet hier die dingen, die gaat Paulus dus nu laten zien, volgens die maatstaven die in Genesis al gelegd zijn door God, hoe wij daar nu met de genadeboodschap, het genade denken, net zoals in Romeinen ook, dat hij over de overheid spreekt bijvoorbeeld, hoe gaan wij daar nu als gelovigen mee om? Ja, hoe moeten wij daar tegenaan kijken? Nou, dat heeft God al bepaald. Die instellingen, en die zijn nog steeds tot op de dag van vandaag aan de orde. Het punt is alleen dat dit, waar wij nu in leven, in de maatschappij, die denkt nou niet precies zoals de Bijbel denkt, toch? Nee, die laten ons dingen zien. En dat wordt ook geleerd op scholen zoals hier, wat niet in overeenstemming met de Bijbel is. Dus ja, dan denk je, wacht even. Dus de maatschappij is ongelovig, ja, dat weten we. En die bepaalt dus nu hoe wij tussen tegen 2 en 3 aan moeten kijken. Hè? Dus het huwelijk en de familie. Nou, dan weet je hoe die nu denken. En ik dacht echt, Nou hebben we het allemaal wel gehad. En dan komt er weer iets dat je hoort. Denk ik, oh, bestaat het ook nog? Hè? En we hoorden gisteren op het verhaal. Een man die was omge... Ja. Maar die kon het wel zo houden.
Ja, dus een vrouw die was geopereerd, die was dan een man geworden. Nou, ik vraag me nooit af maar hoe dat werkt, want ik snap er geen bal van. Ik, hoe kan dat? Maar goed, dat schijnt te kunnen. Maar die bleek dus dan met een vrouw, die was tot man gemaakt. Nee, zo was het toch? En die was hier getrouwd met een vrouw? Oké. En toen was die man, die dus... Nou ja, en die, was dus, die liep met een dikke buik rond. Dat is een man die in verwachting is. Maar ik heb al eerder gezegd, nou let maar op, dat gaat ook een keer komen, zoiets. Hè? Het is natuurlijk een vrouw. Maar ja, dan ziet iemand dus. Een man. Dus, ik heb die gezien, maar dat heb ik gisteren gehoord. En dan zie je dus van dat mensen die zien dat voorbij lopen, een man. En die loopt dan met een dikke buik. Dus die mensen, kijk. Ja, logisch toch? Nu is het nog gek. Ik weet nog goed dat de eerste mobiele telefoon liep iemand op straat te bellen. Ik denk, wat een uitsloven zeg, dat hij dat nou moet laten zien dat hij kan bellen met een mobiele telefoon. Dat was in het begin dat die telefoon kwam. Dat vond je zo raar en nou kijk je er helemaal niet meer van op. Maar dat is met dit soort dingen ook zo. Genderneutraal en noem het allemaal maar op, huwelijken. Wat is nou een huwelijk? Wat is de definitie van twee? Nou, God heeft het vastgelegd in zijn woord. Er is maar één huwelijk, dat is tussen man, één man en één vrouw. Dat is het huwelijk. Maar de maatschappij hier, die dwingt de mensen nu om heel iets anders daar over te gaan denken, om het anders te zien. En die bedenken allerlei dingen en die bepalen dus nu hoe wij daar tegenaan moeten kijken. En dat is 100% tegen het woord van God in. Dat is gewoon zo. Maar wacht even, wij hebben de Bijbel en wij kennen de apostel Paulus als onze apostel. En die zegt voor mij hoe wij er tegenaan moeten kijken. En die bevestigt wat hier in Genesis 1 tot en met, kijk, dat laatste is natuurlijk met Noach gekomen. Na de zondvloed, nou dat is de eerste 1500 jaar, is dat daar reeds vastgelegd. En dat is tot op de dag van vandaag is dat nog steeds geldig. Ook in de bedeling daarna, der genade. En zo kijken wij er tegenaan en niet op een andere manier. Dus ja, Paulus zegt ook, merk hetgeen ik zeg, doch de Heere geeft je stand in alle dingen. En dat is voor mij bepalend. En niet wat de maatschappij of de overheid ervan zegt. Want die zijn ongelovig. Kijk, Romeinen 1 vers 20... Even de situatie waarin wij verkeren. Want men ziet natuurlijk dat het menselijk ras, dat neemt alleen maar, dat wij weten, door de zonde degenereert alles. Maar zij, dus wij weten, gaat zo. Maar de evolutie leert, gaat zo. Wordt beter, beter en beter. En toch? Maar dat is niet volgens de Bijbel. Ja? Maar zo ziet de wereld het wel. Want ja, vroeger waren we nou helemaal apen. Maar we moeten kijken wat we nu kunnen. Toch? Een raket naar de maan sturen. Geweldig, ik vind het ook knap. Maar hoe kan het dat die mens dat kan? Ja, die hersens heeft hij niet van zichzelf hoor. Die heeft hij van God gekregen. Toch? Nou kijk, in Romeinen 1. Dat is de situatie waarin we zitten in vers 18. Want de toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen die... Oh, ik denk dat het klokje even aan zit. Nou ja. En ongerechtigheid der mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden, overmits hetgeen van God kennelijk is, in hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard. Dus God verlicht een iegelijk mens. Iedereen weet dat hij bestaat. Want zijn onzienlijke dingen worden van de schepping der wereld vanuit de schepselen verstaan en doorzien. Beide zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn. Omdat zij God kennende, iedereen dus, weet dat hij bestaat. Ze kennen hem. En als God niet hebben verheerlijkt of gedankt. Maar zijn verijdeld geworden, waar? In hun overleggingen. En hun onverstandig hart is verduisterd geworden. En dat is de situatie waarin we verkeren. In de wereld. Ook al die overheden en de maatschappijen waarin we leven, die bepalen, die nu kijken tegen dingen zoals de Bijbel absoluut iets anders leert. En dan zie je, zich uitgevende voor wijzen, zijn zij dwaas geworden. Dat is de zijwereld, zeg maar. Dat zijn zij. Als ik spreek over wij, dan heb ik het over de gelovigen. Nee, wij zijn in de ogen van de wereld natuurlijk de dwazen. Dat zijn de ongelovigen, want dat zullen jullie ook wel eens meegemaakt hebben. Ik heb het ook gehad met klanten of mensen die het zeggen, nou dat je daar nog in gelooft.
dan ben je toch wel, nou, dan loop je toch wel heel erg achter. Dat je in de schepping gelooft. Hoe kom je erbij, ja? Dus dat is gewoon dwaas in hun ogen. Maar het is natuurlijk andersom. En kijk, als ik denk aan wij, waar praten wij dan over? Hoe kijken wij dan in deze wereld en dan als de allerhoogste autoriteit? Nou, dat is natuurlijk niet de regering. Dat is wel de autoriteit in dit land waaraan ik moet gehoorzamen. Maar dat heb ik ook geleerd, want ik heb namelijk een allerhoogste autoriteit. Dus dat is ook wat God wil, dat wij de autoriteiten natuurlijk aan ons aan onderwerpen. Nergens roept u op, ook niet als je onder een slecht regime zit, dat je in opstand moet komen. Nergens, nergens, nergens. In de psalm zegt hij ook ergens dat je moet de koning eren. En er staat ook iets bij. En voeg je niet bij degene die oproerkraaiers zijn. Die in opstand komen tegen de regering. Dat moeten wij als gelovigen niet doen. Dus nou ja. Waar wou ik heen? Oh, Jesaja. Jesaja 45, vers 12. Nou, ik weet het is tegen Jesaja gezegd, maar goed, het gaat even om het principe, de allerhoogste autoriteit. Met wie hebben wij te maken? Ik heb de aarde gemaakt en ik heb de mens daarop geschapen. Ik ben het. Ik zie het. Ik ben het. Jesaja 45, vers 12. Ik ben het. Ik ben. Mijn handen hebben de hemelen uitgebreid en ik heb hun al hun her, of zeg maar de sterren, bevel gegeven. Al die sterren heeft hij bevel gegeven. We hebben te maken met de schepper van de hemel en de aarde. En als je kijkt naar vers 18, want alzo zegt de Heere die de hemel geschapen heeft, die God die de aarde geformeerd en die ze gemaakt heeft, hij heeft ze bevestigd, hij heeft ze niet geschapen, dat ze ledig zijn zou. Dat is het doel van de schepping. Niet dat de aarde leeg zou zijn, maar heeft ze geformeerd opdat men daarin wonen zou. Ik ben de Heer en niemand meer. Maar dan wonen zou volgens de grenzen en de bepaling die hij vastgesteld heeft. Niet gewoon één grote wereldregering. Nee. En dan, ik ben de Heer en niemand meer. Ik heb niet in het verborgen gesproken, in een donkere plaats der aarde. Ik heb tot het zaad Jacobs niet gezegd, zoek mij tevergeefs. Kijk, ik ben de Heer, zijn naam. Die gerechtigheid spreekt, die rechtmatige dingen verkondigt. Verzamelt u en komt, treed hiertoe tezamen, gij lieden die van de heidenen ontkomen zijn. Kijk, die heidenen, nou, ik beschouw gewoon, wij leven in een heidense wereld hoor. En dat zijn gelukkig nog wel gelovigen, maar het gros is natuurlijk, als we om ons heen kijken, we hebben natuurlijk een maatschappij gehad waar je zegt, nou oké, dat waren gelukkig nog christelijke principes. Of dat nou kerkmensen of gelovige mensen waren, maar goed, dat je over de schepping sprak en dat soort dingen. Dat was allemaal niet zo raar. Maar nu heb je in de regering eigenlijk, ik wou echt niet weten wat je daar nog van terugvindt. Ja, ChristenUnie misschien dan nog een beetje, maar vind je dat terug? Zie je dat terug? Nee. Maar kijk, wacht even. En de heidenen, kijk, in die samenleving leven wij. Zij weten niets die hun houten gesneden beelden dragen en een God aanbidden die niet verlossen kan. Verkondigt en treedt hiertoe, ja, beraadslaagt tezamen. Wie heeft dat laten horen van oudsher? Wie heeft dat van toen af verkondigd? Ben ik het niet? Ben ik het niet, de Heere? Dat is de vraag, hè? Wat je allemaal om je heen ziet. Wacht even, maar ben ik het niet? Gaat het niet om mij? Heb ik alles niet gemaakt hier? Er is geen God meer behalve ik. Een rechtvaardig God en een heiland en een redder. Niemand is er dan ik. Dus alles wat je ziet, we kennen de God van deze wereld met een kleine g, maar die is geen God. Dus al de religies, er is geen God dan Hij alleen. De God van de Bijbel, Jehovah, de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. De God van Abraham, Isaac en Jacob, over die God spreken wij. Want de moslims willen graag ons, de mensen doen geloven dat wij in dezelfde God geloven, hè. En dat willen een heleboel willen dat, maar dat weten wij. Nee, er is buiten hem niemand. En het is de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. En de God van de moslims heeft geen zoon. Dus hoe kunnen wij in dezelfde God geloven? Dat bestaat gewoon niet. Met die heb ik te maken. En daarnaar wil ik luisteren. Kijk in 44 vers 25. En in vers 24 zie je ook dat hij is diegene die het geformeerd heeft, de hemel heeft uitgebreid enzovoort en de aarde. En dan die de tekenen der leugendichters vernietigt. Wat is een dichtsel? Dichter. Ja, iemand kan dichter schrijven. Maar je hebt ook het gedichtsel des harten. Dat zijn verzonnen dingen. Leugendichters. Vernietigd. En de waarzeggers
dol maakt of gek maakt. Die de wijze achterwaarts doet terugdeinzen in deze wereld. De wijze. Inderdaad. De wijsheid van de wereld is dwaasheid bij God, toch? En dan. En die hun wetenschap verdwaast. Verdwaast, mooi woord toch? Verdwaasd. Hij maakt die wetenschap gewoon dwaas. En kijk, dus wat doen wij? Ik kijk niet zoals dit naar dit kijkt. Ik ga kijken zoals God ernaar kijkt. En ik laat me door de wereld niks wijs maken. En ik sta er voortdurend aan bloot, aan al die invloeden. En daarom, ik heb in de auto heb ik eigenlijk al helemaal nooit meer de radio aan. Ja, wat gospelmuziek of zo. Ik heb geen zin om de hele dag dat nieuws te horen over COVID en weet ik wat allemaal niet meer. Ik wil niet dom zijn, ik hou me wel op de hoogte, maar op een matige manier. Want je wordt constant ermee gebombardeerd. Ik snap wel, die mensen die dit allemaal niet kennen en die de hele dag maar naar het nieuws luisteren en alles lezen en zien, dan word je toch helemaal geïndoctrineerd. Kan toch niet anders? Je wordt ermee gebombardeerd. Dus die gaan ook zo denken. Maar zo wil ik niet denken. En voor je het weet, hè, je had net dat jij dat vertelde, Tom, over die regisseur. Nou, die heeft het allemaal verlaten. Maar ik wil het niet verlaten. Nee. Dus ja, wat heb ik dan? Dat is dan de wijsheid van de wereld. Maar hij verdwaast hun wetenschap, inderdaad. Wetenschap kan de Bijbel bevestigen. Maar bepaalt niet of de Bijbel gelijk heeft of niet, hoor. Ze kunnen hooguit als ze dingen zien en zeggen, heb je dat uitgevonden? Ja, dat wist ik al lang, want dat staat al in de Bijbel. En als het iets anders is, dan is het gewoon niet waar. Maar ik wil denken zoals hij denkt. Kijk, in 1 Korinthe 2, vers 12. 1 Korinthe 2, vers 12. En dan, kijk, 1 Korinthe 12, 2, vers 12. Volg, wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de geest, niet ontvangen de geest der wereld, maar de geest die uit God is. Opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Geschonken, vrijelijk gegeven, ja. De welke wij ook spreken, niet met woorden die de menselijke wijsheid leert. Daar heb je het weer, die menselijke wijsheid, wetenschap. Nee, maar met de woorden die de Heilige Geest leert. Dat Gods woord, geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende. Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des geestes God zijn. En natuurlijk in het verleden, het christendom heeft in Europa heeft het samenleving veranderd. Absoluut. En heel veel dingen zijn daardoor gewoon verdwenen. Maar dat zie je nu allemaal weer langzaam terugkomen. Dus het christendom, ja, dat heeft het gedaan. En dat zie je nu veranderen. Maar kijk, de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des geestes God zijn. Ja, dat zie je. Want zij zijn hem dwaasheid en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden. Dus ik zei het net al, christelijke Europa, regeringen, het waren niet gered, maar er waren nog christelijke principes. Je denkt nog niet dat je, nou ja, toen mijn vader nog leefde, die is in 86 overleden, had nog nooit van een homohuwelijk gehoord. Hoe lang is dat helemaal geleden? Euthanasie, maar het waren allemaal proefballonnetjes elke keer. Dat een homostel kinderen kon adopteren, dat was uitgesloten. Nu is het heel normaal. Ja? Dus je ziet hoe snel dat gaat, hè? Dus dat dit ook, dit, die maatschappij, compleet alles wat taboe was, waarvan je zegt, dat is compleet allemaal weg. Dat is ongelooflijk, waar onze kinderen en kleinkinderen in opgroeien nu. En wacht eventjes, maar die natuurlijke mens begrijpt de dingen die deze geestes God niet, ze zijn hem, kijk, dwaasheid. Zie je, dus als jij komt met schepping, dat is gewoon dwaas. Maar ze moeten wel een verklaring hebben natuurlijk, als je zegt, ja, hoe kan het allemaal? Dat is ook de reden van de evolutietheorie, want die Darwin, dat was eigenlijk nog, die is christelijk opgevoed, van de evolutieleer. Maar dat is de verklaring als je niet in de schepping en in de schepper wil geloven. Je moet het toch kunnen verklaren. Nou, dat is de evolutie. Maar dat is dwaas. Maar hij kan de dingen van God niet verstaan, want ze worden geestelijk onderscheiden. Doch de geestelijke mens, en dat zijn wij, onderscheidt wel alle dingen, maar hij zelf wordt van niemand onderscheiden. Wij oordelen wel alle dingen, omdat wij Gods woord hebben. Wij doorzien alles met het woord. En kijk, hoe kan het dan?
Wie heeft de zin des Heren gekend die hem zou onderrichten? Maar wij hebben de zin van Christus. Zie je het? Wij hebben de zin, het denken, het verstand van Christus. Hoe heb ik dat dan? Nou, het geloof van Christus is geopenbaard in de brief van apostel Paulus. En dus nu heb ik zijn denken. Dus als je gaat naar 3 vers 18. Dan zegt hij, niemand bedriege zichzelf. Zo iemand onder u denkt dat hij wijs is in deze wereld. Let op, je moet niet wijs willen zijn in deze wereld. Nee, die worden dwaas omdat hij wijs mogen worden. Maar denk even vanuit het standpunt van God. Niet vanuit de mensen. Maar vanuit God moet je wijs worden. Die wijsheid. En dat is dwaasheid in de wereld. Maar hij zegt, als je dus die wijsheid wil hebben, moet je dwaas worden. Nou, en dat is dus geloof wat God in zijn woord zegt. En zeker naar wat apostel Paulus zegt. Dus wij kijken nu zoals God kijkt. En niet volgens de maatstaven van de wereld. Hè. Nogmaals, die cultuur, het nationalisme, de maatschappij waarin we leven. Nou, denk maar aan 1 Johannes 7, 16. Wat biedt de wereld? Dat is niet uit de Vader, hè? Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheden des vleeses. Dat is in de wereld. De begeerlijkheden van het vlees. Nou, toen ik nog niet geloofde, deed ik wat? De wil des vleeses. Dus met andere woorden, de wil des vleeses, dat was de wil, de begeerlijkheden van deze wereld. Het correspondeert met mijn vleeselijke natuur. Dat was zo. Maar als je dan kijkt om je heen, dat zijn de meerderheid. Het is ongelovig. Zit in die situatie. En dan heb je ook de begeerlijkheid der ogen en de grootsheid des levens. Denk maar aan Eva hoe dat ging. Zij faalde en Adam faalde ook voor die test. En de Heer Jezus Christus kwam aan exact dezelfde test, werd hij onderworpen door de Satan. En hij doorstond die glansrijk. Daarmee bewijzende dat hij de enige kandidaat was. De enige echte Messias zonder zonde. Hij is niet aan de verzoeking, is hij niet op ingegaan. En Adam en Eva wel. Dus ja, dat is zoals de wereld kijkt en je ziet het. Alles staat op zijn grondvesten te trillen. Nou, nu gaan we naar Colossenzen. Het is eigenlijk allemaal een beetje een inleiding. Want volgende week ga ik echt pas met inhoudelijk die versen behandelen. Want vers 18. Kijk, misschien is dat wel de reden dat ik het elke keer opschrijf. Gij vrouwen, zijt uw eigen man onderdanig, gelijk het betaamt in de Heer. Dat gevoelige onderwerp. Nee. Maar goed. Het gekke is wat je hier ziet, dat de volgorde is niet zoals wij het opgeschreven zouden hebben. Want waarmee begint hij mee? Hij begint elke keer met de zwakkere in plaats van de autoriteit. Want hij begint met de vrouwen. Ja, maar de zwakke, dat kan je niet zomaar zeggen van een vrouw. Je kent het wel, hè? Het zwakke geslacht. Maar kijk, inderdaad, zie je, de vrouw gaat gelijk. Maar waar komt dat vandaan? Ja, maar kijk, als we even naar Petrus gaan. Het zwakke geslacht heeft niet met die persoon te maken dat je zwak, een zwak schepseltje bent. Je bent eigenlijk maar niks waard, stelt niet veel voor. Dat heeft met je positie te maken. Een generaal, die staat boven, ik denk even aan stratego, wat kreeg je nou de generaal, de majoor. In positie is een verschil, maar is de majoor qua persoon minder als de generaal? Antwoord is nee. Christus, je hebt de vader en je hebt de zoon. Daar is verschil. Maar is Christus minder dan de vader? Antwoord is nee. Dus met de vrouw en de man exact hetzelfde. 1 Petrus 3 vers 6, gelijk Sarah aan Abraham gehoorzaam is geweest, hem noemen de Heer. Dus zij wist, Abraham is mijn Heer. Dat gaat terug naar Genesis. Adam is eerst gemaakt. De vrouw is de hulp van de man. Is ze daardoor minder? Antwoord is nee. Absoluut niet. We zijn gelijkwaardig, maar we zijn niet gelijkaardig. Ja? Dat is ook een mooie uitdrukking. Nee, ze noemde hem Heer. Hij was natuurlijk haar hoofd. Welke dochters gij geworden zijt, spreekt natuurlijk tegen de gelovige Joden. Als gij wel doet en niet vreest voor enige verschrikking. En dan komt hij, hier begint hij ook eerst met de vrouw, zie je het? En dan komt hij met de man. Gij mannen, insgelijks, woont bij haar met verstand aan het vrouwelijke vat als het zwakste eergevende. Dat is dus
het zwakke geslacht, wat wij nou al zeggen voor de grap zo. Maar dat heeft hier te maken met die positie. De man is het hoofd en de vrouw is de hulp. Maar het heeft niks te maken dat ze minder is qua persoon. Wacht even, het lichaam van Christus daarin is nog wat? Nog vrouw, nog man. Nog dienstknecht, nog vrije. Dus daar is geen verschil. Maar als je nu, ik bedoel, ik heb nu geen personeel, vroeger wel. Nou ja, jij werkt, meesten werken met, die nog werken, hebben, als je geen eigen onderneming hebt, dan heb je iemand boven jou. Nou, dan weet iedereen hoe dat werkt. Maar qua persoon is er geen verschil. Dus dat is ook het zwakke. Dus je ziet hier de autoriteit en het zwakke. Dus als je terug naar Colossense gaat, dan zie je dus, hier zie je vers 18, de vrouw komt eerst en dan de man. En dan in vers 20, nou ja, als ik soms als bij klanten kom, dan twijfel ik daar wel eens aan. Maar hier zie je dus ook eerst het kind staan en dan de vader. De ouders. Dat is ook andersom. En dan heb je in vers 22, dienstknechten, in 4 vers 1, de heren. Ook andersom. Dat is wel apart eigenlijk. Het is eigenlijk een beetje omgekeerde volgorde. Dat vind ik een beetje vreemd, een beetje apart. Ik zou het dus zelf anders gedaan hebben. Maar goed, ik, het gaat niet om mij. Daar zit natuurlijk wel een bedoeling achter. Ja? Dus gaan we mee. Dit is namelijk Gods denken, Filippenzen 3. Hoe heeft Christus zich opgesteld? Dit is de zin van Christus. Dit is het genadedenken. Ja? Dat is het denken van God. Kijk, Filippenzen 3 vers 3. Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achter de een de ander uitnemender dan zichzelf. Nou, dat gaat natuurlijk tegen onze natuur in, ja? 2 vers 3. Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achter de een de ander uitnemender dan zichzelf. En eigenlijk zie je niet op het zijne, maar eigenlijk zie je ook op hetgeen der andere is. Want dat gevoelen zij je nu, hetwelk ook in Christus Jezus was. Zie je het? Nou, Christus is daarin het grote voorbeeld natuurlijk. En dat zie je, dat is het denken van God, dat die ander uitnemender achter dan jezelf. Dat is het genadedenken. En dat is net zoals bij het Christus. Denk aan de voetwassing, wat hij gedaan heeft. Ja, jullie zeggen Heer tegen mij, dat ben ik ook. Maar ja, kijk, als ik jullie al de voeten was en nederig ben van dienst, ik ben jullie Heer, maar als ik dat doe, hoeveel te meer dan jullie? Ja? Hij stelde zich niet op van, hier ben ik. Maar hij was het wel. Dienend opgesteld. En dan zie je dus hier in Filippenzen 2 ook, die in de gestalte van God zijnde geen roof geacht heeft, Goden even gelijk te zijn. Hij kwam hier niet van, kijk, hier kom ik, hier ben ik, ik heb het hier voor het zeggen. Ik ben God. Nee. Maar hij heeft zichzelf vernietigd, de gestalte is eens dienstknechts aangenomen hebbende en is de mensen gelijk geworden. En in gedaante geworden als een mens heeft hij zichzelf vernederd, dat heeft hij zelf gedaan, zichzelf vernederd, hij heeft zichzelf vernietigd. Het is echt niet dat de mensen dat... Hij is zelf naar die gevangenen, naar de soldaten toegelopen. Hij is zelf naar het graf gegaan of naar het kruis gegaan. Hij heeft zichzelf gevangen laten nemen. Vernederd, gehoorzaam geworden, zijn tot de dood, ja, tot de dood des kruises. Ja, dus de ander eerst. En, nou, ik heb bijvoorbeeld, Paulus zegt het ook, hebt elkander hartelijk lief met broederlijke liefde, met eer de een de ander voorgaande. Het respecteren van de ander. De eer geven aan de ander. Die houding. En ik heb 1 Petrus 5, die zegt er ook nog wat over. Desgelijks gij jongen, zij de ouden onderdanig en zij het elkander onderdanig, met de ootmoedigheid bekleed. Want God weerstaat de hoogvaardigen, maar de nederigen geeft hij genade. Zie je? Hij heeft ons genade gegeven. Maar Paulus zegt ook, als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Ja? Mijn ik moet opzij. En dat gaat tegen onze natuur. Maar de genade, wat leert de genade? Kijk, Titus 2 vers 12. Titus 2 vers 12. De genade leert ons toch iets? Inderdaad. Die onderwijst ons in vers 11, 2 vers 11. Want de zaligmakende genade is verschenen aan alle mensen.
Daar zie je al dat de bedeling veranderd is, want het is aan alle mensen. Maar in Johannes lees je, hij is gekomen tot de zijne, tot zijn volk Israël. Nee, aan alle mensen en onderwijst ons. Dus wat onderwijst de genade ons? Die leert ons iets. Nou, daar zie je in Filippenzen 2 een heel mooi voorbeeld van. Dat Christus heeft zich gegeven voor ons, voor zondaren. Hij is vrijwillig, heeft hij die keus gemaakt. Hij heeft de hemelse heerlijkheid afgelegd en is tot het diepste gegaan. Hij heeft zich vernederd. Maar de genade die leert ons ook dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matig en rechtvaardig en godzalig leven zouden. Waar? In deze tegenwoordige wereld. De wereld hier leert het allemaal niet, die maatschappij. Die leert ons dat niet. Absoluut niet. Maar de genade wel. En de genade die zegt ook tegen ons, ik bid u dan, zegt Paulus toch, ik bid u dan. Wat betekent dat? Ik smeek u. Dat je je laat veranderen. Dus je hebt weer die keuze die je kan maken. Ik smeek het u. Je genade, je moet je eigen keuzes maken. We hebben dus, als je dat zegt, ik bid u, ik smeek het u, dan kom je weer, kijk, met die vrije wil. Ja? Ik heb de vrije wil om te kiezen. Dat is één. Die heb ik gekregen van God. Ja? En dan, wat is dan het genade denken? Colossens 3, vers 16 en 7. Wat leert genade ons? Wat is nou genade? Je kan dat woord, ik hoorde het van de week, toen was dat debat met Grapperhaus. En dat is al een beetje spannend ook eigenlijk dan. Alhoewel, ik dacht al, nou, ik ben benieuwd, maar goed. Maar goed, waar het mij even om gaat, hoor ik op een gegeven moment zeggen dat onze president, die had het over genade en beetje mild zijn, genade en mild betonen ten opzichte van natuurlijk minister Grapperhaus. Ik spreek hier niet over de overheden negatief, want dat wil ik ook niet, dat mag ook niet, wilde hier ook niet. Maar toen dacht ik, hé, dan veer je gelijk op. En dan nam Klaver van de GroenLinks nam dat ook over. Ja, genade en mildheid, daar zijn we het allemaal mee eens natuurlijk. Maar, want die willen natuurlijk liever dat hij opstapt. Maar dan denk je toch woorden van genade en mildheid. Ja? Dan denk je, genade, zo hé. Ik snap niet dat je dat los van de Bijbel kon zien, weet je wel. Maar bij jezelf gaat er gelijk van alles gebeuren als je dat hoort, genade. Maar zij zien dan natuurlijk genade, oké, dan heb je iets verkeerd gedaan. En dan, oké, spijt betuigen en nou ja, we gaan weer verder, ja. Maar bij genade met eeuwig leven kan dat niet, want er moet een prijs betaald worden, ja. Maar God kan geen genade verlenen aan ons als de prijs niet betaald is, hoor. Door een ander. Door een onschuldig iemand. En dat is onze Heer en Heiland Jezus Christus. Ja. En dus dat genade denken. Wat is dat nou precies? Ja? Dus dat is niet zoals als ik dat hoorde van de week. Maar dat is zoals Christus zichzelf gegeven heeft. Voor ons. Terwijl we het niet verdienden. Ja? En waarom heeft hij dat gedaan? Ja, toch om ons te redden. Uit de hel. En om ons beter te maken. Dan wie we zijn. We zijn een nieuw schepsel. En hij verandert ons elke dag. Hij maakt ons alleen maar beter als wij tenminste ons aan het woord onderwerpen. Terwijl hij is de Heer. Je zou denken, van nature denken wij. En nou ga je dat doen en zo en zo en zo. En anders dan is het gebeurd met je. Dat is de wet. En dat zijn alle religies. Ik ben nou een boek aan het lezen, 150 Palestijnse fabels. En dan wil je niet weten hoe die Palestijnen geïndoctrineerd worden. En ook die kindertjes met jodenhaat. Dat is onvoorstelbaar. Ja. En zo blazen ze zichzelf gewoon heel gemakkelijk op. En ook heel graag kindertjes, hoor. Dat zijn de vreselijkste dingen zijn er gebeurd die ze hebben gedaan. Uit naam van de Koran. Gebeurt dat? En waarom doen ze dat dan? Ja, weet je, omdat ze zijn natuurlijk ook bang. Maar dan kan je wel het paradijs verdienen. Dat is de drijfveer. Bij ons is de drijfveer de liefde van Christus. Heel wat anders. Maar wacht eventjes. Dus ja, die genade, dat is heel wat anders. Ik denk nu aan, waaraan heb ik dat te danken? Dat ik hier ben en dat ik gerechtvaardigd ben. En dat ik eeuwig leven ben, heb. En dat ik een plaats in de hemel heb gekregen. Ik ben gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemel. Waarom dan eigenlijk? Waar heb ik dat aan verdiend? Nou, niemand heeft het verdiend. Maar ik heb het zomaar gekregen. Uit genade zijt gij zalig geworden. Dat is onvoorstelbaar. En dat doet dat met jou. En dan, maar dan is het ook wel weer zo. Dan kan genade ook een woord zijn dat je gewoon gewend bent.
En hij houdt van jou. Je kan natuurlijk tegen iemand zeggen, God houdt van je. Maar als je er goed over nadenkt, wat betekent dat nou? Ik bedoel, als je zegt, ja, Paul houdt van je. Ja, dat vind ik geweldig, daar ben ik blij mee. Ja? Maar als de schepper van de hemel en de aarde van mij als zonde houdt, dat is een heel andere dimensie, toch? Ik denk, hoe kan dat, ja? Die schepper, die gaat zoveel te boven, die dit allemaal gemaakt heeft, en die geeft om mij dat kleine schepseltje, en die maakt van mij, die naar de Poel des Vuurs zou gaan, heeft hij mij in de hemel gezet, en heeft hij zo'n plan met mij, dat ik zelfs de engelen ga regeren. Dus die maakt mij van niks naar iets van, dat je denkt, wauw, dat... Nou, en dat is nou zoals wij ook met elkaar dienen om te gaan. Christus heeft zichzelf gegeven. En hij zegt, ja, jullie moeten nu ook dat denken krijgen. Dus als je dat toepast hier in die vers met vrouwen, mannen en die vers van hier in Colossense, dan is dat genadedenken eigenlijk dat je denkt, ja, hoe maak ik die ander beter? Dat is de kunst, hè? Je vergeet het zo gauw. Dus als man, hij begint dus eerst met de vrouw. Nou, die moet onderdanig zijn, dan krijg je de man. Dus wat wordt er van die... Als je aan de man kijkt, dat is dan het hoofd. Die moet dus bedenken van, ja, het genade denken. Dat is dus net zoals Christus denken. De ander uitnemende achter dan zichzelf. Dus met anderen, hoe maak ik mijn vrouw beter? Nou, als ik tegen jullie spreek, spreek ik ook tegen mezelf, hè? Ik zie een paar natuurlijk wel kijken. Maar dat is de praktijk. En ook, hoe maak ik als vader mijn kinderen beter? Want dat is wat genade... Wij hebben een heel mooi boekje. Dat heet Leef de genade Gods. Voor Rikkie Keurs. Kan ik je echt aanbevelen. Het hebben vertaald fantastisch. Dat geeft dat denken hier ook heel mooi weer. Dat is de kunst, hè. Dat je denkt zoals genade denkt. Niet zoals de wet denkt. Want dan zeg je... Want in vers 9, 18... Tegen wie zegt hij dat de vrouwen onderdanig moeten zijn? Niet tegen de man. Dus het is de vraag of de man moet zeggen... Zeg, jij moet wel mij onderdanig zijn, want ik ben je hoofd. Staat er niet. De vrouw moet hier die keus maken. Omdat, zoals het betaamt in de Heer, omdat de Heer dat in de Bijbel zegt. Daar gaan we de volgende keer wel over hebben. Maar het is niet aan de man om dat te zeggen. Hij richt zich tot de vrouw. En wat moet de man? Die moet zijn vrouw lief hebben. En niet verbitterd raken. Waarom dan? Nou, daar gaan we het de volgende keer wel over hebben. Maar je ziet hier, dus... Als, hoe maak ik het ander beter? Zoals, kijk, 16 en 17, het woord van Christus woont rijkelijk in mij. Ik moet dingen doen in de naam van de Heer Jezus Christus. Dus dat is zoals Paulus ons leert. Nou, Paulus is de apostel van de genade-evangelie. Dus dat moet doordrenkt zijn. Dat denken moet genade-denken worden. En wij zijn heel gauw geneigd om wettisch te denken en te handelen. Ja, dat zit gewoon in onze genen, in onze natuur. Maar dat is niet de nieuwe mens. Dus hoe maak ik als vader mijn kinderen weten? Ja, je kan ze ook alleen maar zeggen, ja, je mag dit niet, je mag dat niet, zus en zo, dat is de wet. En de wet heeft nog nooit iemand beter gemaakt. Nog nooit. Dat kan alleen genade doen. En dat is ook met de dienstknecht en de heren. Als een heer nou denkt, zie je ook eerst de dienstknecht, maar als de heer nou denkt, hoe kan ik nou mijn knecht beter maken? Want dan gaat hij ook graag voor mij werken, toch? Ja. Als je een hekel hebt aan je baas, nou, dan ga je niet... Dan denk je, nou, het zal wel, maar ik doe het wel wat hij zegt, maar voor de rest... Ja? Maar als je een hele goede baas hebt, die goed voor jou is... Ga je ook beter presteren voor hem. Zo werkt dat gewoon. Dus ja, kijk. Waarom? Waarom? Als je nou kijkt in die Heer in vers 4, hoofdstuk 4, vers 1... Doet u dienstknechten recht... En gelijk. En waarom dan? Dat zijn dus degenen die in charge zijn, zeg maar. Dus de autoriteiten. Het man die het hoofd is van de vrouw. De ouders die er weer boven de kinderen staan. En de heren en de dienstknechten. Maar omdat degenen die dus aan het hoofd zijn, moeten wel goed begrijpen. Wat staat daar? Jij hebt ook een Heer in de hemelen. Die jij moet gehoorzamen. En hoe heeft de Heer jou behandeld dan al die tijd? Nou, dan weet je het wel. Dan mag ik op mijn knieën danken. Dat hij zo goed voor me geweest is en dat hij me heeft gemaakt zoals ik nu ben. Kijk ook in Efeze. In vers 9. En dat is een mooi principe, dat geldt ook voor de opvoeding van de kinderen. 6 vers 9. En gij heren doet hetzelfde bij hen. Dat wil zeggen... vers 7. Dienen met goedwilligheid de heren en niet de mensen.
Gij heren doet hetzelfde bij hen, tegen de pers, tegen de dienstknechten. Nalatende de dreiging. Als die weet dat ook u zelfs heren in de hemel is en dat er geen aanneming des persoons bij hem is. Jij heren, jij bent dan wel de hoogste en ook de minister-president en iedereen die ergens het hoofd van is. Maar als gelovigen moeten weten, er is geen aanneming des persoons hoor. Dus of je nou hier staat te preken of dat je de koffie inschenkt of het kinderwerk doet. Er is geen aanneming des persoons. Het gaat om, doe jij wat de Heer van jou vraagt wat je moet doen. Daar gaat het om. De verantwoordelijkheid die je hebt. Dat je die hebt genomen en in gehoorzaamheid. Dat gaat doen. Nou kijk, en zo denkt God. Kijk, Johannes 5 vers 30. Zo was het met de Heer Jezus precies hetzelfde. Dat voortdurend zijn denken geweest. Want hij zegt daar, ik kan van mijzelf niets doen, gelijk ik hoor, oordeel ik. Hoor van de Vader. Hé, zoals ik hoor, zoals de Vader, oordeel ik ook. En mijn oordeel is rechtvaardig, want ik zoek niet mijn wil, maar de wil des Vaders die mij gezonden heeft. Dus hij zegt, ik ben niet voor niks uit de hemel nedergedaald. Dat ik mijn wil zou doen, dat zegt hij in Johannes 6, vers 38, ik kom hier niet om mijn wil te doen. Nee, ik kom om de wil van de Vader te doen die mij gezonden heeft. Nou, dat zagen we net in Filippenzen 2 heel mooi staan. Dat heeft hij ook gedaan. En zo is het zoals het is. En het ultieme uiteindelijk is natuurlijk als hij in de Hof van Eden zit en dat hij daar bidt en dat er bloed naar beneden druppelt. En dan zegt hij, ja, dat deze drinkbeker aan mij voorbij mag gaan. Maar zo niet die mij wil, maar de uwe geschieden. En toen is hij gegaan. En toen stond hij op, hè. Net zoals Paulus, 3 keer gebeden. Vind ik zo frappant. 3 keer is hij gaan bidden. En Paulus ook. En heb zich bij neergelegd hoe de Heer dat wilde. En de Heer Jezus heeft het ook gedaan. En toen is hij opgestaan. Kom op. Zij die mij komen halen, die zijn erbij. En hij staat op. En had, je merkte gelijk, toen stond hij vast en zeker. De rust, alles onder controle. En hij staat op en hij gaat zo de Judas en de soldaten tegemoet. De wil van de Vader ging niet doen. Nou, en kijk, Romeinen 5 vers 6. Romeinen 5 vers 6. En zo is die weg gegaan. En dan komen we in Romeinen 5 vers 6. We zeggen toch, we lezen in Filippenzen, hij heeft zichzelf vernietigd. Nou kijk, Romeinen 5 vers 6. Christus, toen wij nog krachteloos waren, is de zijne tijd voor de goddeloze gestorven. Ja, onder de wet waren de mensen natuurlijk krachteloos. Je kan jezelf niet redden. Het is hopeloos gesteld. De mensen waren goddeloos. Hij is voor goddeloze gestorven. Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Want ook voor de goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons. Dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. Dus zijn liefde is niet voor de rechtvaardige die denkt ik heb geen redding nodig. Hij houdt van iedereen, ook van de farizeeërs, ook van de religieuze mensen. Hij houdt van de mens niet om wat ze doen, wat ze zijn, maar gewoon omdat ze zijn. Het zijn zondaren die gered moeten worden. En die liefde is zo groot dat hij voor ons gestorven is toen wij nog zondaren, oftewel vijanden van God waren. Vader vergeef het hem, want ze weten niet wat ze doen. Terwijl de spijkers in zijn handen geslagen werden. Veel meer dan, nu zijnde gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toorn. Want indien wij vijanden zijn, zie je, we waren vijanden, zondaren. Met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. Ja, we zijn nu gered door zijn leven. Hij is opgestaan uit de dood. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in God door onze Heer Jezus Christus, door welke wij nu de verzoening gekregen hebben. Wij roemen in de hoop de heerlijkheid Gods als Christus. Maar we roemen ook in God de Vader. Gaat nooit apart, hè? Je kan ook niet gered worden dat je zegt, nou, ik geloof in Jezus, maar ik geloof niet in God. Of ik geloof in God, maar niet in Jezus. Dan kan je niet gered worden. Dat is onmogelijk. Nou ja, dus waarom zeg ik dit allemaal? We gaan dus de volgende keer gaan we naar Colossenzen dat verder behandelen. Je ziet dus, weerspiegeld deze 4 dingen. Ja? En als je bijvoorbeeld kijkt
Vers 18, zijt uw eigen man onderdanig gelijk betaamd in de Heere. Dat zegt hij dus tegen de vrouw. En wat heeft de vrouw ook gekregen? Dit. Dus wat doe je? Niet omdat de man dat zegt, maar omdat de Bijbel dat zegt. Met een bedoeling ook. Maar daar gaan we de volgende keer verder over hebben. Maar hij heeft zichzelf vernietigd. De schepper werd schepsel. Het woord is vlees geworden. En is hij voor zondaren het allerlaagste allooi, zeg maar. Het minste van het minste. Is hij gelijk geworden. En is hij aan het kruis gegaan. Nou, dus wij gaan nu kijken. Hier staan wij achter. Dit is de wereld, de maatschappij om ons heen. Die kijken niet zoals wij hiernaar kijken. Dat doen ze niet. En daarom zie je Paulus, die geeft deze richtlijnen aan. Zoals wij met dat vernieuwde denken, met het woord van Christus wat rijkelijk in ons woont. En in de naam van de Heer Jezus Christus de dingen gaan doen. Dus geautoriseerd door het woord van God, gaan we deze principes die al lang vaststaan vanaf Genesis, hoe wij daar nu met ons vernieuwde gemoed daar in het genade, met het genade evangelie, dat gaan praktiseren. Want dit, nummer 4, dat is compleet in verval. Weet je wanneer dat goed komt, dit? Wanneer het echt gaat functioneren. Dat is als hij komt op aarde regeren. Met op de troon van David in Jeruzalem over deze wereld. En dan is er maar één die het gaat uitmaken op deze wereld. Dat is de Heer Jezus Christus. Ja. Dus ja, het is duidelijk als je dit ziet. Dat het geloof dat begint waar? Je wordt gered en dan begint het thuis. Ja? Dat begint thuis. In je huis, met je vrouw of met je man, of als je alleen bent, niet getrouwd bent, dat kan. En dan ga je natuurlijk je familie, dat is ook thuis, en dan gaat het de deur uit. Dat zie je in deze dingen staan. En daarom is ook de eis van een ouderling, dat hij getrouwd is en dat hij kinderen heeft. Ja. Want als hij zijn huis niet weet te regeren, deze twee, ja, en dat. Hoe kan hij dan de gemeente Gods regeren, zegt hij. Ja? Je ziet, het allemaal perfect ontwerp van God. En als de mens, wij mensen, ons daaraan onderwerpen. Dus ook, ja, er kan natuurlijk altijd dingen zijn in een huwelijk of wat dan ook. Natuurlijk, er zijn meningsverschillen. Maar uiteindelijk, eigenlijk is het heel simpel. Want het is eigenlijk alles wat er over het huwelijk staat. En Efeze 5. Ik bedoel, je hebt boeken over het huwelijk, dan gaan we naar een evangelische boekhandel. Nou, er zijn zat boeken die over het huwelijk schrijven. Maar de Bijbel zelf zegt er niet eens wel een aantal dingen over, maar genoeg. Niet veel, maar wel genoeg. Kijk, Efeze 5 ook, maar is daar. Maar het is heel simpel, als de man nou gaat doen, zijn positie inneemt die hij moet doen zoals God het heeft ontworpen. En de vrouw doet dat ook. En ze hebben een conflict. Dan ga je allebei naar de Bijbel. Wat moet ik doen als gelovige? Maar wij kijken altijd, ja, maar jij moet dat doen, dat doe jij niet. Nee, je moet kijken, wat zegt God, wat ik moet doen. En je identificatie zit waarin? In je man of in je vrouw? Nee. Gelukkig niet, hè. Want is mijn vrouw of mijn man altijd, loopt hij altijd volmaakt? Doet hij altijd wat de wil van de Heer is? Nee, dus als het een keer fout gaat, als jij stelt je verwachtingen, want men zegt ook wel eens, ja, de kinderen, dat zijn mijn leven. Nou, ze kunnen je ook heel zwaar teleurstellen. Maar één iemand kan je nooit teleurstellen. En dat is de Heer Jezus Christus. Jouw identificatie is in Hem. Ja? En daar moet je je naar voegen. En dat zal het alleen maar voor de persoon met wie je te maken heeft, ten voordele uitpakken. Maar dat wil niet zeggen dat je altijd die zin krijgt. Nee, soms doet liefde juist zeggen, oké, dan doe ik een stapje terug op dat gebied uit liefde voor die ander. Dat is genade denken. Maar goed, daar gaan we volgende keer verder over. Vader, wil u danken, Vader, dat uw woord duidelijk en helder is. Dat we uw woord hebben rechtgesneden. En ja, onze zondige natuur protesteert soms tegen dingen uit uw woord. Maar we hebben een wil, Vader, om toch tegen onze gevoelens in soms te kiezen voor het woord, Vader. En het geestelijk verstand. En als we ons daaraan onderwerpen, dan zullen we ook zien dat het gaat werken in ons die geloven. Maar die stap moeten we wel nemen. En dat bid ik voor ons allemaal, dat ook dat denken van genade, de ander uitnemende achterhand als zichzelf, zoals Christus het ook gedaan heeft, dat ook de grote plaats in ons leven mag krijgen. En dan zal het ook werken in ons. Dank u wel daarvoor in de naam van de Heer Jezus. Amen.